William Harvey had de nodige gevechtshandelingen achter de rug toen hij met het 4e commando in de vroege morgen van 1 november 1944 bij de Slijkhaven in Vlissingen aan land kwam. In 1941 streed hij op de Noorse Lofoten en nam in juni 1944 deel aan de strijd in Normandië. In een tussentijd was hij in het huwelijk getreden. Zijn beste vriend, Alex Macaulay, was zowel getuige bij zijn huwelijk als bij de dramatische gebeurtenis op Ramar, de codenaam voor het Bellamy Park. Toen de soldaten van Troop 3 opdracht kregen vanuit de Nieuwstraat het Bellamy Park over te steken, stonden William en Alex klaar om gezamenlijk de oversteek te wagen. "Blijf jij maar hier," zei William tegen zijn vriend. "Ik heb een betere wapen." Hij kwam niet ver. Geraakt door Duits mitrailleurvuur stierf William, 28 jaar jong. Aanvankelijk werd hij in Biervliet begraven, maar later is hij overgebracht naar Bergen-op-Zoom. Zijn zoon Bill heeft zijn vader nooit gekend. Hij werd geboren in februari 1945. Hij bezoekt Vlissingen regelmatig en onthulde op 1 november 2014, precies 70 jaar later, een plaquette ter herinnering aan zijn vader.